Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenplaat TV. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik je ga laten zien hoe je een paard kunt stylen en mooi kunt maken voor een bijzondere gelegenheid, anders dan een wedstrijd. Ik ga de O'Lilly voor gebruiken, dus die ga ik nu vast even pakken. Dit is niet O'Lilly, dit is het baasje van O'Lilly. Maar leek het leuk om je tel met O'Lilly mooi maken? Nou, dan gaan we dat doen. Gezellig samen. Let's go. Zo'n bijzondere gelegenheid kan echt, hallo Delly, kan echt van alles en nog wat zijn. Bijvoorbeeld als je jarig bent, als je paard jarig is, als je een hele bijzondere les hebt of een bijzondere training. Als je bijvoorbeeld op buitenrit gaat, van alles waar je je paard juist extra mooi voor wil hebben, maar wat niet per se een wedstrijd is. Ben jij klaar om een beetje mooi aangekleed te worden? Ja? Wil je dat? Kom maar, Delly. Fleur is aan het poetsen en ik ga ondertussen vlechtjes maken bij O'Lilly. Mooie knotjes, dat hoeft natuurlijk helemaal niet, maar ik vind dat gewoon super mooi. We hebben daar ook een hele video over, maar even heel snel voor wat je nodig hebt. Elastiekjes. Een manenkam. Ik ga vlechten met touw, dus je hebt pektouw nodig. Dat is niet het draad wat je gebruikt om bijvoorbeeld je jas te maken of zo, maar dat is echt speciaal touw. En je hebt natuurlijk ook nodig een chips. Die zit er niet in. Oh jawel, hij zit er wel in. Een naald. Nou, Fleur is al aan het poetsen. Oeh, en dan ga ik vast een maandjes kammen voor mooie knotjes. Nee, niet weglopen, Delly. Ik gebruik ook altijd haarmoes met knotjes maken, want dan blijft het gewoon net even wat beter zitten. Zeker als ze van die springmanen hebben. Maakt niet uit wat voor soort, gewoon die je voor mensen kan vinden in de winkel. Niet zo zuinig doen met de haarmoes, dan blijft het extra goed zitten. Oké, misschien heb ik toch wel een beetje veel. Misschien is het toch wel heel erg enthousiast. Sorry, Delly. Nou, O'Lilly is nu 9 jaar. En ik heb ze nu ongeveer 2 jaar, is ze nou mijn pony. Ze staat hier al heel lang en ze was dan eerst de pony van Noah, de zus van Esra. En ze heeft een super lief karakter. Ze houdt heel erg van eten. Eten, ja, is de hobby eten. Van O'Lilly. O'Lilly is eigenlijk ook een beetje dik. En als je dan zo'n zadel op doet, dan heb je hier altijd een beetje een vetbultje, zeg maar. Een etensbultje. Hè, Delly? Delly is lief. Kijk, ik ga dan vlechtjes maken. En dan ga ik eerst verdeel ik zeg maar alle plukjes haar. Dat ik even grote plukken heb. En ik heb hier dan nu net een scheiding gemaakt. En hier wil ik een plukje van maken. Maar nu moet ik zeg maar met 2 handen een elastiekje eromheen doen. En om te zorgen dat dit gescheiden blijft, doe ik altijd dat kammetje zo erin. Kijk, en dan blijft het vanzelf zitten. Gewoon zonder handen. En dan kan ik hier nu een elastiekje omheen doen. En dan blijft dit gewoon zitten. Je kunt hier ook wasknijpers voor gebruiken trouwens. Ook super handig. We hebben er nu mooi gepoetst en ze heeft allemaal glansspray op en ze is mooi zacht en pluizig en ze heeft mooie knotjes in. Dat is ook leuk voor een bijzondere gelegenheid. En een hele mooie staartvlecht gemaakt door Fleur. Ik wil ook nog even de hoeven mooi laten glanzen. Dat kan met hoefolie of hoefvet, maar ook hiermee. En dit is doorzichtige nagellak voor paarden. Kijk, dat ziet er zo uit. Met zo'n bolletje en dan kan je die nagellak zeg maar erop deppen. En dan droogt het al mooi glanzend op en daarna kan je het er gewoon met water weer vanaf wassen. Dus dat ga ik nu nog even doen. Kom maar, Delly. Ik ga nog even met Fleur een mooi patroontje op de billen maken. Je kunt ook glitter bijvoorbeeld op je paard doen. Er zijn van die speciale glittersprays. Wij gaan dit doen. We hebben hier ook een hele video over als je dat wil zien.
Fleur gaat dan het patroontje vasthouden en ik ga dan met een beetje haarmoes en een borstel. Zo. Oké. Zo doen. Ja. Of wacht, dan doen we een beetje zo. Ik denk dat dit beter gaat. Nou, Del. Oké, het is wel een beetje, het is wat minder mooi dan normaal, want ze heeft een beetje lang haar. Maar, niet verkeerd. Niet verkeerd. Mooie ruitjes op je billen. We hebben er nu helemaal mooi gemaakt. Ze heeft knotjes in en een staartvlecht en nagellak en een figuurtje op de kont. En we gaan er nu ook nog leuk aankleden, want dat hoort er ook bij. En we hebben een hele leuke set voor Olivia uitgekozen, dus die gaan we er nu aantrekken. Nou, we hebben vandaag voor Olily een hele mooie set. We hebben beenbeschermertjes omgedaan voor en achter en springschoentjes omgedaan. En ook zo een mooi dekje. En je kunt dus, want kijk, dit is dan twee kleuren. Je kunt dan, als je graag houdt van setjes en zo, kun je ook zeggen van, nou weet je, ik neem dan één dekje met twee kleurtjes. En dan neem ik bijvoorbeeld beenbeschermers in de ene kleur en in de andere kleur. Want dan kan je veel vaker afwisselen. Terwijl Fleur de cap op doet en de handschoentjes aandoet, zou ik vast even het hoofdstel omdoen. Wacht even, Delly, niet weglopen. Niet weglopen. Wacht even. Nu weet je hoe je je paard of pony mooi kunt maken voor een bijzondere gelegenheid. Wij hebben eigenlijk helemaal geen bijzondere gelegenheid, maar we doen gewoon net alsof. Ze heeft mooie knotjes in, ze heeft een mooie sexy outfit aan. Ze heeft een mooi patroon op de kont, staartvlecht in, alles erop en eraan. Ja, Fleur gaat nog even lekker rijden en we doen gewoon alsof vandaag een hele speciale dag is. Ga je nog even lopen, Delly? Doe maar. Hup, hup. Weet je hoe je je paard kunt mooi maken voor een speciale gelegenheid, anders dan een wedstrijd? Wil je nou iets uit deze video loszien, zoals bijvoorbeeld die hele mooie staartvlecht van Fleur? Laat het dan hieronder achter in de comments en dan kunnen we daar een aparte video over opnemen. Vergeet niet om deze video te liken, om je te abonneren, want we moeten natuurlijk dit jaar 100.000 abonnees halen. Om ons te liken op Facebook of Instagram, om te commenten. Wat kunnen we nog meer doen? Volgens mij was dat het. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!